weer bakken. Dus ja, ik kwam dan niet helemaal niet langs. Vanwege dat ik inderdaad het vrachtwagen stond daar. Goed, een hele goede morgen. Het leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ga een keertje zo. Want trouwens, we doen het trekken niet net allemaal met wegversperring. Dus ik kon hier wel langs. Dus ik weet nog om die wegen een beetje te volgen. Het einde tijd te keihard over die rolhobbels heen. Dus ik ben nog een beetje aan het verhogen. Ik ga nu even mijn kit mee wegsturen en dan ga ik dan bijten weer bakken. Dus ja, ik kwam dan niet helemaal niet langs. Vanwege dat er inderdaad het vrachtwagen stond daar. Op de menu om waar ik woon. Dus ja, dus ja, dus. Toch was een keer wat anders. Toen dacht ik, ga ik die ontbijten weer bakken. Dat soort dingetjes doen. Dus ik ga een hele toffe dag van. En tot later ergens. Goed. Ik heb het even weggestuurd voor die persoon. En nu ga ik lekker naar huis toe. Dan zeg ik nou weer even vroeg hier. Dus daar ga ik even tijd nemen. Lekker een ijsje koffie op. En ook niet te vaak. Dus ja, ik ga lekker naar huis toe. Die dingetjes doen. Ik ben toch klaar, volgens mij, ondertussen. En dan zie ik verder wel. Goed, mensen, ik ga lekker een broodje eten. En dan een tijdje thuis. Dan ga ik lekker niet met bakken eten. Ik heb al honger, ik kom beter. Dacht ik, en ik was heel vroeg buiten. Het was om 7:45 buiten, niet zo vroeg voor 8:30 als ik ook buiten bedoel ik echt nog te zeggen. Dus ja, dus we moeten ook even langs, dus ik weet van ja, ik moet toch wat doen vandaag, dus ja. Even een broodje eten en dan zie ik zo meteen ergens weer. Goed mensen, ik heb lekker dagje gehad. Ik heb wat voor Insta TV gedaan. En wat video vanmorgen, opgenomen vanmorgen. Ik moet nog een verder afmaken. Dus dat had ik ook al gedaan. Vlog is helemaal klaar. Het is in de middel. Dus ja, een lekker vrij vanavond. Dan ga ik wel een serietje kijken, denk ik eventjes. Of ik een ijs koffie erbij. Dat mag ook wel eentje gehad, maar goed. Dus vind ik eigenlijk echt van de hele. Dus ga ik op YouTube kijken of even kijken wat ik daar ga doen dan. YouTube kijken of ja, moest jullie kijken. Dus dat ga ik zo lekker kijken dus. Dus ga ik ook wel lekker eten. En we zullen zien wat we gaan doen. En dit is eigenlijk wel een ijskoffie maken. En maken, sorry. Ijskoffie en drinken. Na het eten zeker even. Dus ja, dan ga ik het lekker doen. Eet ik maaltijd eten. Maar ik heb het niet verteld, maar ik nu even. Ik heb gistermiddag op rustigavond nog geen slapen. Ik heb een boek besteld van Bas van Tellingen. Help mijn kind is. Zit op YouTube.
Die heb ik gisteren gekocht bij bol.com. En ik, ben ook niet naar die boek. Want het schijnt zo te zijn dat hij wat mijn naam natuurlijk. Dat hij dat het ook voor mij. Natuurlijk is het leuk hoor, echt heel tof. Dus. Ja, gewoon leuk. En dan moet ik naar de rest van het boek natuurlijk. Ik kom het gewoon eventjes op een huis hebben, net als Kingelen het boek. En dat ik van ja, dit boek van Bas. Dat gaat ik ook met bol.com. Voor niet zoveel geld. Dus dan een boekje even. Kom ik zelf praten van zo'n YouTube boekjes. Nieuwe YouTubers. Onder die heb ik het nog niet helaas. Misschien is gewoon zwaar van dat boekje. Dat grote boekje. Maar goed, die kom ik morgen winnen, dat boekje. En dan ga ik hem morgen een beetje lezen, denk ik. Goed mensen, ik heb vandaag een heerlijke leuke dag als vandaag. En vanmorgen ga ik gewoon een beetje ontbijten. Ik vond het leuk, maar voor één keertje. Dus, het was gewoon leuk een dagje even. Dat kon ik al genoemd verder. Dus, voor jou een leuk. Zie ik jou. Vergeet hier om te abonneren als je nieuw bent. Dat betekent niet dat je aan de rest naast de abonneerknop. Dan wil ik niet het duimpje maken drukken. Sorry. Dan zie ik je morgenavond, ik ga vanavond om 2 uur een nieuwe video. Het gaat over, weet ik nog niet hoe het over gaat, dus kijk zeker of check out mijn Insta story dan ongeveer om 6:30. Waar het over gaat, ik laat het om 6:30. Het is toch een story om ongeveer die tijd. Dus ik zeg